Oud-minister en ex-vakbondsleider Siegfried Gilts is donderdag na een kortstondig ziekbed ingeslapen. Gilts is voorzitter geweest van de Surinaamse Partij van de Arbeid, SPA. Hij heeft vanaf 1984 6 ministersfuncties bekleed in verschillende kabinetten. In 1984 werd hij in het kabinet Udenhout minister van Arbeid, Huisvesting en Sociale Zaken. Op 7 april 1987 werd Gilts minister van Justitie in het kabinet Weidenbos. Later dat jaar richtte Gilts samen met Wijlen Fred Derby de SPA op. Enkele jaren later werd hij minister van Defensie in het kabinet Venetiaan. In 2005 werd hij opnieuw minister van Justitie en Politie. Zijn laatste ministerspost had hij bij Handel en Industrie. De dood van Gilts komt als een schok bij de Surinaamse vakbondsleiders die hem als een guru zien. Er is nog geen informatie over de uitvaart van Gilts. Siegfried Gilts is 81 jaar geworden.